Hoi en welkom bij FEM. Ik ben Marcia. Misschien weten jullie dat ik ooit begonnen ben met dit kanaal met een aantal meiden. En vandaag heb ik een hele speciale video voor jullie. Het zit namelijk zo, ik heb een mededeling. FEM gaat stoppen. Super jammer natuurlijk, maar eigenlijk was het al iets wat we misschien een beetje aan zagen komen. Want we werken met allemaal super succesvolle, leuke meiden. En iedereen heeft ook zijn eigen YouTube channel. En dat neemt nou ook veel tijd in beslag. En ja, spam daarnaast kan misschien veel werk zijn. Daarnaast is het voor mij en voor achter de schermen ook Daan een best wel uit de hand gelopen project. Want we begonnen met FEM om meiden een platform te bieden om ander soort video's te maken dan voor hun eigen channel. Maar ook om hun meer bereik te geven, waardoor zij nieuwe kijkers zouden krijgen. En dat is allemaal zo goed gelukt. Want ook de vorige FEM-meiden, iedereen is ervan gegroeid. Het is allemaal heel erg positief geweest. En wat begon als een soort van leuk klein projectje is uitgegroeid tot iets groots en met heel veel kijkers en veel abonnees. En dat is onwijs gaaf. Maar helaas hebben we ook te maken met tijdgebrek. Ik zelf ook. Misschien hebben jullie het al een beetje doorgehad. Ik ben steeds iets meer naar de achtergrond gegaan. Want ik doe zelf ook verschillende dingen. En FEM daarnaast. En dat begon voor mij ook langzaamaan een beetje veel te worden. Het was een super gave ervaring. Niet alleen voor mij, maar zeker ook voor alle meiden. Die kunnen we gewoon lekker in ons zak steken. Super leuke tijd. Ik heb echt zoveel leuke meiden leren kennen. Wij allemaal, denk ik. Niet alleen de eerste FEM meiden, maar ook de tweede. Weet je, alle meiden zijn met elkaar ook in contact gekomen. En dat is denk ik ook het doel geweest van dit channel. Om gewoon elkaar te helpen, maar ook goed te leren kennen. Er zijn mooie vriendschappen uit ontstaan. Ik heb ook allemaal nieuwe leuke vriendinnen erbij. En daar ben ik heel erg blij om. Maar niet getreurd, je kan alle meiden nog blijven volgen op hun eigen channel. Iedereen is er super goed bezig. En ik wil iedereen bedanken die mee heeft geholpen aan FEM, de meiden achter de schermen, Daan, Vince, iedereen eigenlijk. We hebben met z'n allen echt iets heel cools neergezet, maar het is gewoon tijd voor nieuwe dingen, nieuwe initiatieven en nieuwe stappen. Alle meiden die hebben nog een kort filmpje voor jullie gemaakt waarin ze iets vertellen. En daar kan je ook horen waar je ze verder nog kan volgen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en tot ziens. Tot bij iedereen op zijn eigen kanaal. Mijn kanaal is Beauty Gloss. En hier komen de video's van de andere meiden. Ciao! Ja, het is super jammer. Dat klopt, vind ik ook. Maar het leven is te kort om in negativiteit te blijven hangen. Dus laten we gewoon positief blijven. Niemand gaat ergens heen. Je kan ons allemaal nog gewoon blijven bekijken hier op YouTube. Of op mijn blog kan je mijn video's nog bekijken. Dus dat is het goede nieuws. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik heb er ontzettend veel aan gehad. Ik heb niet alleen heel veel leuke YouTubers leren kennen en ik heb niet alleen jullie leren kennen. Maar ik ben ook een beetje video's gaan maken over meer over lifestyle. Dus over fashion en over interieur en over eten en over acteren en modellenwerk. En zo ben ik steeds meer van dat soort video's gaan maken voor mijn eigen kanaal. Dus ik vind het leuk dat ik er ook echt wat van heb geleerd. Ja, heel erg bedankt en ik hoop je te zien op mijn eigen kanaal. Doeg! Hallo lieve kijkers van FEM, ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken naar het kanaal van FEM. Ik heb het sinds het begin dat ik erbij kwam ontzettend tof gevonden om één van de FEM's te zijn. Dat vind ik ook nog steeds, dat is iets waar ik trots op blijf. En ik wil ook in het speciaal Marcia nog even bedanken, want ja, zonder haar vertrouwen had ik nooit deel van FEM uitgemaakt. Dus ja, dat vind ik echt heel tof van je, dank je wel. Ja, dat FEM stopt betekent natuurlijk niet dat ik ook van YouTube verdwijn. Helemaal niet zelfs. Op mijn kanaal ga ik nog door tot in de oneindigheid, tot ik het niet meer leuk vind. Met het maken van fashion video's, reisvideo's, muziekvideo's. Dus mocht je mij niet willen missen, abonneer dan zeker op mijn kanaal I'm Denise. Ik upload iedere dinsdag om 4 uur een nieuwe video, dus hopelijk tot daar. Doei! Hey allemaal, ik ben Pauline van het Belgische YouTube kanaal Lifestyle Spot. Ik vond het echt super leuk om video's te maken voor jullie hier op FEM en wil jullie dan ook allemaal heel erg bedanken voor het kijken en supporteren van ons allemaal. Natuurlijk stopt het hier voor mij zeker niet. Ik ga gewoon vrolijk verder op mijn eigen kanaal Lifestyle Spot. Dus als je interesse hebt in beauty, DIY, vlogs, koken, reizen en alles wat het daar omheen zit, dan is mijn kanaal zeker iets voor jou. Kom zeker een kijkje nemen en kom erbij. Dit is dan ook zeker geen afscheid of een vaarwel. Nee, dit is eerder een tot snel, want ik zie jullie snel weer op mijn eigen kanaal Lifestyle Spot. Bye! Hoi, wij zijn Scarlett en Joyce van het YouTube kanaal Ik Vrouw Van Jou. Dat waren twee geweldige, fantastische, innoverende, creatieve maanden. Ja,
maanden. Nee, dat was kort maar krachtig. Fem gaat stoppen, maar wij stoppen niet. Wij gaan lekker door. Iedere dinsdag en vrijdag vind je op het YouTube kanaal van Ik Vrouw Voor Jou gewoon een video. Dus wij vinden het leuk als je bij ons blijft en lekker ook meegaat naar ons kanaal. Ja. Gewoon doen. Doe ja, dat. Gewoon doen. Je vindt ons ook op Instagram via Ik Vrouw Voor Jou, Facebook, Ik Vrouw Voor Jou. Nou ja, eigenlijk alles Twitter, gewoon Ik Vrouw Voor Jou. Alles. Dus wij vrouwen van jou. Ja, we willen in ieder geval heel erg bedanken voor alle comments en likes op onze video's. Dat vonden we echt super tof. We vonden het super tof om filmpjes voor je te maken. Hier houdt het helaas op, maar dus niet bij ons. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag! Hi allemaal! Ook ik vind het, net als alle andere meiden, super jammer natuurlijk dat Fem ermee gaat stoppen. Het leek mij wel nog even goed om uit te leggen hoe ik Fem ervaren heb. Want ik denk dat mijn ervaring met Fem een beetje anders is dan die van de andere meiden. Ik heb mijn eerste YouTube video ooit geüpload bij Fem. Nou, dat zullen een aantal van jullie natuurlijk wel weten. Ik had nog helemaal geen ervaring met YouTube. Dus ik vond het super spannend en ik was ook best wel zenuwachtig over de eerste video. Maar door al jullie super lieve reacties en comments ben ik wel wat zelfverzekerder daardoor geworden. En ik vind het ook super leuk om te doen. En uiteindelijk ben ik anderhalve maand geleden mijn eigen YouTube kanaal gestart. Daar heb ik nu 5 vlogs geüpload. De 6e komt er nu aan. En ik ga ook heel veel andere soort video's maken op mijn kanaal. Dus ik zou zeggen, blijf me volgen. En als je nog niet volgt, nou ja, subscribe eventjes. Dat zou ik echt super leuk vinden. Ik heb afgelopen 3 maanden bij Fem echt super veel geleerd over video's en over YouTube in het algemeen. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. En ik heb heel veel plezier gehad bij het maken van de video's voor Fem. En ik hoop dat jullie mijn video's voor Fem ook leuk vonden. Dus bedankt voor het kijken allemaal en hopelijk tot snel.